Oké okay dan, jullie luisteren nu naar een podcastprogramma waarin het draait om dingen wat zich afspeelt in de culturele samenleving en anders in de grafimedia/slash multimedia. Mijn naam is Romare Martins en jullie luisteren nu naar de balans. Het volgende wat ik wil zeggen is: ik wil jullie allemaal bedanken voor de beautiful support. Door middel van beluisteren, bekijken, door te hebben gedeeld op social media of mij een bericht te hebben gestuurd wat jullie van de show vinden. Of bericht hebben gestuurd van, hey, ik ken iemand die je een keer moet uitnodigen. Check hem. Al dat soort dingen worden gewaardeerd. Als jij zoiets hebt van, hey, ik wil niks missen van de show. Ik wil uh, jou een bericht sturen, Romario, van wat ik van de show vind. Wat er eventueel anders kan, wat eraan moet toegevoegd. Check de links in de beschrijving. Van e-mail tot aan social media. Maar ga ook naar je podcast app en klik daar even op de volg of abonneer button. En daarna kun je waarschijnlijk een beoordeling geven. 1 ton met vijf of één ton met 10 sterren. Ik zou zeggen, geef zoveel mogelijk als je wil. En daarmee zorg je ervoor dat de balans alleen maar blijft groeien. You know, the love is up. <laughs> um, ja, normaal gesproken zou ik altijd hebben gezegd. Check even de aflevering hiervoor. voor. Maar nu zeg ik, check alle afleveringen. Althans, welke je aanspreken. En uh, laat even weten via social media wat je van de show vindt. En waarom zeg ik dit? Want we zijn aan het einde gekomen van seizoen nummer 5. En ik wil natuurlijk de show gewoon gaan afsluiten en jullie gaan vertellen hoe ik het heb ervaren. Dus vandaar. Um, let's go. Let's go. Ik wil eigenlijk nog even beginnen met het volgende. Voor degenen die mij volgen uh, op social media, die hebben waarschijnlijk al meegekregen. Maar voor degenen die niet hebben meegekregen, ik heb een bericht naar buiten gegooid dat er een mediagroep is uit de stad Groningen, die dus een uh, podcast hebben opgezet genaamd Balans. En uh, qua thema komen ze net niet over elkaar heen, maar qua naam wel. En ik heb dus naar buiten gegooid dat zij ermee komen, maar dat ik tegelijkertijd ook niet blij mee ben. Dus ik denk, ik laat ook gewoon mijn eerlijke kant zien. Maar voordat ik dat naar buiten had gedropt... had ik al de organisatie een bericht gestuurd. Van, hé, hey, ik weet niet in hoeverre uh, jullie onderzoek hebben gedaan... of dingen hebben gecheckt in de, in, de, in de podcastwereld... maar er bestaat al een podcast uit dezelfde stad genaamd Balans... En dat is dus de podcast van mij. Op een gegeven moment heeft de oprichter van het platform uh, gereageerd en die zei tegen mij van, uh, nou, dat hij nog nooit eerder heeft gehoord van de naam. En um, dat hij ook geen onderzoek naar heeft gedaan. Kijk, hij geeft dat toe. Geen onderzoek nou, dat betekent ook dat je eigenlijk nog nooit hebt gehoord van de naam. Dus je denkt, ik pak die naam gewoon. En. Um, op een gegeven moment sloot hij het bericht heel vervelend af. Tenminste, ik vond het wel jammer. Hij zei tegen mij van, uh, ja, nou, dat woord wordt vaak gebruikt, maar ook in de muziek. Mooie titel. En ik had zoiets van, als jij mij zo'n bericht stuurt en je zit al meer dan vier à vijf jaar in de media, dan gaat er iets niet goed. Weet je, je gaat er maar even vanuit. Nou, maakt niet uit. Ik heb balans, jij hebt balans. Dus we gaan door. Vandaar die bericht uh, uh, naar buiten op uh, begin december. Maar nadat ik die bericht naar buiten heb gestuurd... heeft de oprichter mij weer een message gestuurd via LinkedIn. Hij zei tegen mij van, nou, ik zag je bericht op uh, Instagram. En hij zei van, uh, nou, wat is precies je probleem? Ja. Huh? Gaat het om dezelfde uh, titel/project? Op een gegeven moment heb ik hem gewoon laten weten van nou, weet je, er zijn nu op dit moment. Ik zei, er is al een podcast onder de naam Balans. Dat is voor mij. En nu kom jij er ook mee, of jullie. En dat vind ik persoonlijk heel erg storend. En toen heb ik ook echt laten weten van kijk, als ik zoiets ga oprichten. En ik kom met een naam. en later stuurt iemand mij een bericht. van. Uh, hier gebruikt dezelfde titel als die van mij. Ja, dan ben ik wel zo mans genoeg. om de show te veranderen. Ondanks dat ik al wat opnames heb gemaakt. Ik probeer zoveel mogelijk te veranderen. om te laten weten dat ik gewoon fout zit. En fouten maken is gewoon menselijk. Tenminste, dat is mij altijd gezegd. En zo vind ik het ook. Maar die jongen die dacht er waarschijnlijk heel gemakkelijk over. Maar toen ik hem dat bericht heb gestuurd, heeft hij gereageerd van nou, weet je wat, laten we gewoon even afspreken of gewoon bellen met elkaar. Even laatst zei ik: nou, laten we maar gewoon even bellen. Want ik zat in dat week, had ik het uh, super druk. Nee. Op een gegeven moment had hij me gebeld, zei hij tegen mij: van, uh, van uh, um, wat was dat nou? Moet ik even goed nadenken. Nou, het aangegeven dat hij snapt dat ik het vervelend vind. Uh, ik heb hem nog een keer moeten uitleggen hoe ik me erbij voel. In wat ik niet correct vind. En toen heeft hij aangegeven, van, nou, uh, Romario, helaas moet ik zeggen dat we al opnames hebben gemaakt. En um, daar kon hij vrij weinig aan veranderen. Weet je. Uh, ze waren ook eigenlijk... Weet je, want ze hebben daar gewoon voor moeten betalen. En, ja, en dan heb ik het over betalen voor de studio en voor de productiekosten. En ik had zoiets van, ja, allemaal leuk en aardig. Maar daar heb ik niks mee te maken. En toen zei hij tegen mij van, weet je wat? Ik, ik ga een aantal dingen aanpassen... En zodra ja, het af is, stuur ik je een link. En ik had zoiets van: oké, okay, is goed. En ik bleef maar wachten op de link. En maar wachten. Totdat ik op een gegeven moment een tag kreeg van een bekende van me. En diegene stuurde me dat. En ik ging checken. En ik had zoiets van: die mediagroep heeft gewoon een podcast naar buiten gegooid zonder mij te laten weten. Kijk. Op het moment dat je aan de telefoon zegt, ik stuur een link wanneer het af is. Dan ga ik er vanuit. Um, dat je mijn link stuurt voor de heads up. Je, zodat ik gewoon een feedback kan geven van, oké, okay, ik vind dit storend. Of hé, hey, laat in ieder geval de kijkers weten van, hey, er is nog een podcast onder dezelfde naam. Gewoon, wees gewoon eerlijk. En daarmee komen we verder. Al dat soort dingen heeft hij niet gedaan, dat maakte me kwaad. Dus ik belde hem op. En ik zei van, hé, hey, weet je, um, ik zie dat je je podcast naar buiten hebt gebracht. En ik heb hem ook gelijk tegen gezegd van, ja, ja, hebt me wel laten weten van... Um, zodra het af is, stuur je mijn link. Dus ik ging er eigenlijk vanuit dat ik het van tevoren uh, kreeg te zien. Al is het een teaser. Komt hij weer aan met de term van wat is je probleem en et cetera, et cetera. Nou, we kwamen er niet uit. En toen zei ik tegen nou weet je wat, laten we het hierbij houden. En het is klaar. Uh, ik moet wel zeggen, er zijn heel veel mensen om me heen... die hebben de mediagroep een bericht gestuurd of een comment achtergelaten. En dat kon ik wel waarderen. Maar ik wil wel tegen die mensen zeggen van... Um, Blijf, blijf, blijf die boys respecteren zoals ze zijn. Maar ik kreeg ook nog een ander bericht van iemand. Die zei tegen mij: van, ja, Misschien moet je dit wel zien als een compliment. En ik snap al wat hij zegt. Maar ja, ik ben het er niet mee eens. Het feit dat je eigenlijk al aangeeft dat je geen onderzoek hebt gedaan. Dat je nog niet eerder hebt gehoord van die titel. Weet je, shame on you. Dat betekent dus. En dat mediagroep. Is nog maar net begonnen met het maken van podcasten. Die, die, die hebben nog nooit eerder in de podcast volgens mij gezeten. Ja, en dan denk ik van. Je zit al meer dan zes, zeven jaar in de game. Je mag fouten maken, je mag toegeven, maar je mag ook gewoon naar de buitenwereld laten weten van hé. Hey, onverwacht weet ik wel, iets in die trend. En je mag mij ook wel laten weten voordat het show online komt. Weet ja, toch? Als je dat soort dingen niet doet, ja, dan maak je, je weer kwaad. Maar goed, ik, uh, ik zag wel dat de mediagroepen uh, later mij een bericht hebben gestuurd. Dat het er niet lekker zit. Maar ik ga later nog wel op reageren. En uh, nou, laten we dan ook hopen dat we eruit komen. Uh, ik wil niet dat er wordt gekozen tussen Primare versus dat other... Media show. Dus dat. Maar goed. Uh, slotpodcast. We zijn aan het einde gekomen van seizoen nummer 5. Hoe heb ik het jaar ervaren? In alle eerlijkheid: ik vond het fijn. Fijn um, om op mijn eigen tempo een podcast te maken. Aan de andere kant is het wel jammer dat er niet zoveel afleveringen online zijn gekomen. Maar dat heeft ook te maken met... naast de balanspodcast bestaat er ook een muziekshow van mij... genaamd Evenwicht. En daarnaast uh, kreeg ik ook allemaal verschillende projecten van mensen... Uh, die ik dus niet kon weigeren. Maar waardoor ik wel de balans moest gaan parkeren. En wil dat zeggen dat ik... Uh, dat ik uh, alles opzij zit voor andere projecten? Nee. Ik kijk altijd naar de situatie. En uh, hoe hoog de nood is. En, en, en dan probeer ik zoveel mogelijk iets te gaan creëren of te gaan verdelen. Maar het is best wel lastig hè. Maar uh, ik vond het fijn. Maar ik merkte ook dat ik dus het afgelopen jaar, dus het jaar 2022, veel rust heb gepakt. En dat komt omdat ik. Precies een jaar geleden ben ik gestopt met het maken van de radioshow genaamd Break North. Break North is dus voor de mensen die het niet kennen een wekelijkse hiphop show uit de stad Groningen. En uh, dat is het ja, radio waarin je dus nieuw nieuws krijgt te horen en nieuwe muziek releases. Maar ik heb dat dus gedaan van 2008 tot aan 2013. Uh, Daarna nam ik een sabbatical collier. En van 2015 tot en met 2021 heb ik het gewoon weer afgemaakt. En uh, nu ik uh, eigen uh, podcast uh, materiaal heb, um, beschik over een camera of over uh, 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 vormgeving skills, had ik besloten om te stoppen met Brain North, om meer te gaan voor mezelf. Maar ik ben ook gestopt om andere redenen. Want op een gegeven moment zat er ook geen uitdaging meer daar. Kijk, ik heb me bezig gehouden met uh, het verzamelen van nieuwe muziek. Ik heb me bezig gehouden met uh, social media, vormgeving. Ik heb me zelfs bezig gehouden met het voorbereiden van interviews. En... Ik heb om de BreakNord Radio ook nog een uitbreiding gemaakt. Dus BreakNord is meer dan het radioprogramma, want ze hebben ook een YouTube-kanaal. Waarin dus reportages worden gemaakt. Waarin dus livestream voorbij komt. Waarin dus een um, aantal recaps worden gemaakt van evenementen. Ja, toch, dat, dat zijn de dingen wat ik dan vooral naar buiten heb gebracht. En het kleine gedeelte podcast. Dus um, ja, ik, ik, ik ben tevreden. Ik ben blij um, dat ik uh, de juiste keuze heb gemaakt. En de vraag is, keer ik nog een keer weer terug bij Brave Nope. Dit is echt end of the era voor me. Althans, vorig jaar. En um, nou, ik, ben, ik, ben, ik ben alle mensen met wie ik heb samengewerkt toch zeker dankbaar. En um, ja, we moeten verder toch? We moeten gewoon verder. En weet je, en, en, en nog een ding wat mij heeft getriggerd is dat ik binnen Break Note weinig mocht bemoeien met het samenstellen van playlists. En ik had zoiets van: oké, okay, als ik niet mag samenstellen van playlists, maar ik heb al bijna alles gehad, wat ga ik doen? Dan ga ik uh, me focussen op mezelf. En daaruit is dus. Uh, vroeger de podcast eruit gekomen. Nee, sorry. Vroeger de vlog eruit gekomen. En nu de podcast. En nu heb ik ook een muziekpodcast. Evenwicht. Ik ga dat sowieso checken. Um, maar wat ik ook heb geleerd. in het afgelopen jaar is. scherp blijven. Laat je niet misbruiken. Ik ben dit jaar. Of tenminste, laat mensen niet gebruik maken van jouw platform. En uh, alleen om de faam. Nee, toch? Ik heb in dit seizoen dus echt meegemaakt dat iemand gewoon ja, mij heeft gebruikt. En ik heb lang over nagedacht of ik die aflevering ook ga verwijderen. Ik, ik noem in deze podcast bewust geen namen. Uh, vind ik ook wel fijn. Maar het raakte me wel. En misschien staat je offline. Weet ik niet. Maar ik had echt zoiets van. Zoiets doe je niet. Je merkt toch aan mij. Ik ben super aardig. En ik wil jou gewoon niks anders dan. In het juiste daglicht zetten. Waarom. Moet je zo gaan doen. Je komt bij mij langs. Puur om de shine. Je praat niet eens. Je praat wel met. Ik dacht eerst je praat met passie, maar je bent niks anders dan het praten, verkooppraatje en het gooien. Je weet toch? Maar het zal goed, het zal goed. Kijk, um, de vraag is, komt er een nieuw seizoen van de balans? Jazeker. En hoe gaat het eruit zien? Dat durf ik jullie nog niet te vertellen. Omdat ik moet er goed over nadenken. Van. Hoe vaak ga ik zo'n show zetten? En ik moet er ook goed over nadenken. Uh, welke mensen ik ook uh, bij mij uh, thuis wil hebben/slash studio. Je weet toch? Ik wil niet um, heel veel tijd en energie steken in mensen die niks anders doen dan misbruik maken van je goedheid. Die dus alleen maar lang zullen komen voor de shine. omdat ze zien dat jij wordt gevolgd door alle andere mensen in de media. Nee, je komt voor jezelf. Tuurlijk. Uh, uh, is er een kans dat iemand uit mijn volgers. Uh, jou gaat checken? Dat kan. Maar het belangrijkste is dat je puur jezelf bent. En als je dat niet kan zijn, ja, weet je, waar is het respect dan? Ja, toch? Dus, uh, dus dat. Maar nogmaals, ik wil iedereen die hieraan hebben meegewerkt, kijk, die namen durf ik wel te vertellen. Weet je, van Koenbeats, uh, Eugene en anders um, LBS Design, voor, voor dit prachtig project. Uh, verder wil ik alle luisteraars ook bedanken. Mensen die dus mee hebben gepromoot. Dus de supporters. En... Um, mensen die ook aan mij hebben gedacht. Zoals een, een Arthur Ramla. Van... Um, Luxury Rich bij Rick Was. Die dus volgend jaar... Um, hele andere toffe dingen gaat doen. Met Rich. Want uh, Rick Was is... Uh, volgens mij meegekapt. Um, ik... Uh, ik wil ook de kersten bedanken, weet je, zoals een um, Davy Lopulalan. Ik wil Jerson. Mr. Nooms. En ben ik nog een naam vergeten? Ik ga gewoon nu kijken, terwijl ik, uh, terwijl ik gewoon dit aan het opnemen ben. Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren, dames en heren. Dit is dus de Balans-podcast. De podcast is voor iedereen. Ik zit even te kijken. Wie ben ik nog vergeten? Nee, ik heb dit jaar toch wel echt vier mensen gehad. Weet je toch? Maar um, ja, ik wil dus uh, al deze mensen bedanken. Thanks voor jullie support. Thanks voor jullie energy. Ik hoop jullie weer te zien in 2023. Nogmaals, vergeet niet te abonneren. delen met je mensen. Ik check jullie. Alvast fijne jaarwisseling. Be safe. Stay safe. Doe geen gekke dingen. Support mensen in plaats van mensen forceren. Geef mensen ook uh, een podium die ze behoort te verdienen. Maak ze niet gek. Hou ze niet voor de gek. Of ja, weet je... Be with them. The love is up. Thank you. My name is ProMario. And I'm signing off. Peace.